Sparta begint tegen NEC met Kortsmit als keeper. Achterin staan Van Buren, Bredijk, Bielica en Thijssen. Nijs, deze Dogan en Loen zijn de middenvelders. En voorin Mahi, Verhaar en Gladon. Die laatste stuurt al na 4 minuten Juri Loen weg. En hij zet Sparta op voorsprong. De Rotterdammers zouden eigenlijk oefenen tegen het Turkse Sivasspor. Maar vanwege veiligheidsredenen gaat die wedstrijd niet door. En dus krijgt Sparta, net als vorige week tegen de eigen amateurtak, weinig tegenstand. En dat lijkt niet erg handig vlak voor het begin van de competitie. De 2-0 is van Thomas Verhaar. En hier even later scoort Pieter Nijs de 3-0. Opvallend in de opstelling is overigens dat er een basisplaats is voor de jonge Roy Kortsmit, waardoor routinier Kalitsinou op de bank zit. Vanaf moment 1 in de voorbereiding heeft hij een enorme goede indruk gemaakt. Nou, dan ga je wikken en wegen. En dat betekent ook dat voor dit moment Roy Kortsmit onze keeper is. Ja, dan heb je het idee dat Zinou daar wel op een goede manier mee omgaat? Nou ja, de teleurstelling is groot en ik begrijp zijn teleurstelling. Ik ben ook sportman geweest, ik ben ook voetballer geweest. Maar ja, ik heb tegen Galit gezegd, ik wil heel graag dat hij aan boord blijft. En wat Galit verder wil en erover denkt, we wachten maar even af hoe dat met die teleurstelling verder verloopt. Ondertussen gaat Sparta tegen de hoofdklasse rustig verder met scoren. De 4-0 is van Kenny Thijssen. Na de rust komt onder meer Johan Voskamp in het veld. Hier is hij dicht bij de 5-0, die uiteindelijk gemaakt wordt door Paul Gladon, die de concurrentiestrijd van Voskamp voorlopig heeft gewonnen. Uiteindelijk ben je voetballer en wil je spelen, dus dat is hartstikke mooi. Ik krijg het vertrouwen van de trainer, dus dat is hartstikke mooi. Maar we hebben ook geprobeerd in een wedstrijd bijvoorbeeld tegen Zwolle om met beide te gaan beginnen. Dat lijkt ons in eerste instantie niet verstandig, maar ik sluit niet uit dat we een aantal wedstrijden met beide komen. Dus, ja, probeerde je nu in de tweede helft ook, hè? Probeerde in de tweede helft ook en dan zie je ook dat we daar ook wel weer heel gevaarlijk door kunnen zijn. Dus het is wel eigenlijk een groot luxe probleem. Ja, het is nu even niet anders. Zetten zien heeft Paul Gladon een streepje voor momenteel. Maar ik weet wel dat ik heel belangrijk kan zijn voor de ploeg. En ik kan ook basisspeler zijn, dat heb ik al bewezen uiteraard in het verleden. Dus ik denk dat mijn momenten nog wel komen, desnoods als invaller en misschien binnenkort als basisspeler. Het slotakkoord is voor een andere invaller, Robert van Boksel. Eerst stuurt hij na een goede interceptie Mimoun Mahi weg, die de 6-0 maakt. En even later doet hij uit een corner van Giovanni Hiwat iets wat niemand wist dat hij kon. En ook zijn tweede doelpunt ziet er technisch prima uit, waardoor Sparta netjes met 8-0 van hoofdklasse NEC wint.